Ben je er klaar voor om je eigen muziek te maken? In deze video ga je een beat maken voor je project. Als je ritme aan je animatie toevoegt, heb je de aandacht van mensen en lijkt het alsof de letters in je project reageren op de beat. Voeg eerst een nieuwe sprite aan je project toe. Scroll door de bibliotheek met beschikbare sprites totdat je de letter hebt gevonden die je nodig hebt. Klik op de sprite om deze aan je project toe te voegen. In dit voorbeeld wordt de letter A gebruikt, maar jij gaat een sprite toevoegen voor de naam die jij animeert. Klik op het menu Uitbreidingen. Selecteer vervolgens Muziek. Hiermee voeg je verschillende muziekblokken toe aan Scratch, die je in je project kunt gebruiken. Klik in het muziekmenu op een Speel drumblok, houd hem ingedrukt en sleep hem. Klik op het blok om te zien wat er gebeurt. Je hoort een drumgeluid. Sleep nu nog een speel drumblok. Maak de twee blokken niet aan elkaar vast. Selecteer basdrum in het uitklapmenu. Klik op het blok. Nu hoor je een andere drumbeat. Klik op een blok en daarna op de andere. Je maakt je eigen beat. Om te pauzeren tussen twee drumbeats, klik je op het menu Besturen. Sleep een wachtblok en plak hem onderaan het eerste speeldrumblok. Plak nu het tweede speeldrumblok onderaan de stapel. Klik op de blokkenstapel om dit te testen. De twee verschillende drumbeats worden nu met een pauze ertussen afgespeeld. Om het tempo van je beat te veranderen, pas je de waarde in het wachtblok aan. Met een lagere waarde krijg je een kortere pauze en met een hogere waarde is er meer tijd tussen de beats. Om je beat te veranderen, selecteer je verschillende drumgeluiden in de uitklapmenu's in de speeldrumblokken. Om te veranderen hoeveel tellen ieder geluid moet duren, pas je de waardes aan. Om de drumbeat af te spelen wanneer op deze sprite wordt geklikt, ga je naar het menu Gebeurtenissen en sleep je een Wanneer op deze sprite wordt geklikt gebeurtenis. Plak hem bovenaan je blokkenstapel. Klik op de sprite. De drumbeat wordt afgespeeld. Nu is het jouw beurt. Voeg een nieuwe sprite aan je project toe. Voeg een speeldrumblok toe. Voeg een tweede speeldrumblok toe en verander het uitklapmenu. Voeg een wachtblok toe. Pas de waardes aan in alle drie de blokken. Voeg een wanneer op deze sprite wordt geklikt gebeurtenis toe. Als je klaar bent met deze stappen, ga je terug naar deze pagina om een andere video te selecteren.